Een hele goede dag, geachte deelnemers of geïnteresseerde school. Dit is de tutorial van InEspo 2021. We hebben besloten om een korte videoopname te doen met een korte presentatie, zodat wat informatie zeg maar zichtbaar wordt, met name over het hybride vorm, omdat dit jaar door de pandemie kunnen wij niet een fysieke evenement organiseren. Daarom zijn er ook vragen gekomen vanuit jullie. En daarom hebben we besloten om een korte tutorial te doen, maar ook voor de scholen die wellicht nog overwegen om mee te doen. Mijn naam is Han Rahimi, ik ben de projectleider van InEspo en hierbij de tutorial. Laten we beginnen. We gaan heel kort even kijken wat InEspo is. Natuurlijk, grotendeels van jullie weten dat, maar wellicht voor de scholen die dat net nog niet weten, zal het denk ik misschien handig zijn. Wat zijn de projecteisen voor de deelname? De belangrijke data, die ook al reeds gedeeld was, maar dit is gewoon een korte herhaling. En dan gaan we kijken heel snel naar de hybride vorm van 5 juni, hoe dat uit gaat zien. En als er dan nog vragen zijn, dan kunt u altijd contacteren. InEspo staat voor International Environment Sustainable Project Olympiad. Dat is een mooie naam. Dus, eigenlijk in 2009 bestaat InEspo. Hier kunt u ook zien dat rond 3000 leerlingen al heeft meegedaan. Rond 48 landen. Het is internationaal. En rond 978 projecten zijn tot nu toe deelgenomen. De organisatoren zijn de Cosmicus Technasium en Wageningen Universiteit. Daarnaast we hebben ambassadeurs, fantastische ambassadeurs. Dit jaar Tosca Unstudio en Visé. Maar ook we zijn geaffilieerd met verschillende internationale andere fairs. Dat lijstje van deze gaat misschien nog langer worden. We zijn dan nog in gesprek. Maar dit geeft ook aan dat wij de leerlingen die deelnemen met ons ook kunnen doorsturen of doorverwijzen naar met zeg maar geaffilieerde fairs. En die sturen ook hun leerlingen naar ons toe. Dat is een mooie samenwerking waar we dat internationale connecties tussen de leerlingen kunnen bevorderen. Het is voor de leerlingen uit bovenbouw van voortgezet onderwijs, binnen en buitenland, die dan kunnen hun projecten of duurzaamheid of milieuprobleemoplossingen kunnen sturen naar InEspo. Het is bedoeld voor leerlingen, voortgezet onderwijs. En het is niet één vakgebied, het is niet alleen beta. Wij willen met name ook dit jaar of volgend jaar een internationale aspect ook meer zien van ook alpha. Dus mensen die iets kunst bezig zijn, mensen die met maatschappijleer bezig zijn. Dus al die andere sociale gebieden willen we ook echter zien bij InEspo. Dat motiveerde mij ook met name sociale ondernemerschap. Is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Nou, wat we zien bij projecteisen is dat we wensen dat er 2 of 5 personen zijn. En die leerlingen die moeten dan een duurzaamheidsvraagstuk hebben waar ze een oplossing hebben. Het is niet alleen bedenken. Ze moeten echt eigenlijk een soort project maken. Het moet goed beargumenteerd worden en onderzocht worden. Dan komt het de inzending. Dus wij krijgen een inzending van ieder leerling die dat in een verslag schrijft. En een persoonlijke presentatie, een soort PowerPoint nu. Normaliter hadden wij vroeger zeg maar die stands. Maar in plaats van de stands dit jaar doen we dan een digitale PowerPoint-presentatie of soortgelijkbaar andere presentatieprogramma's. Ik denk dat scholen heel veel baat hebben bij een ervaren docenten die al jaren meedoet. Aysje Ikkies van Metis Montessori Lyceum Amsterdam. En zij heeft ook gezegd, als er scholen, geïnteresseerde scholen zijn die ervaringen willen of tips willen vragen. Met name, we weten dat alle scholen bijna kinderen projecten laten maken, verschillende vakgebieden. Wellicht zijn die projecten gewoon direct geschikt voor InEspo. Dus dat soort vragen en ervaringen kunt u ook delen met mevrouw Ikjes. Zij heeft hiervoor haarzelf ook beschikbaar gesteld voor ons. Heel erg bedankt ook aan haar. Dit is haar e-mail, a.ikjes@msh.nl. U kunt haar mailen en een afspraak maken. En dan gaat ze u met name tips geven over hoe je de leerlingen kan motiveren
maar ook hoe je de huidige projecten misschien toch in Inespo kunnen gebruiken, zodat voor de leerlingen met meer te halen is van één verslag die ze al voor de school hebben gemaakt. Nou, de belangrijke data, 15 maart, is, we hebben de voorlopige aanmelding verlengd. Dus u kunt het tot 15 maart nog gaan aanmelden. En daarna tussen 15 maart en 1 mei verwachten wij de inzendingen. En dan gaan we natuurlijk controleren of het allemaal in orde is. Of misschien een kleine hier een feedback. Dus tussen de 15 maart en 1 mei gaan wij dat stukje doen. En van 1 mei tot 5 juni kan ook wellicht een paar dingen toegevoegd worden. Wellicht nieuwe studies, dat kinderen extra dingen gaan maken, dat kan. Maar wij wensen eigenlijk tot 1 mei. En dan wordt het ook door jury gedeeltelijk al gecontroleerd. En op 5 juni is de Olympiadedag waar je eigenlijk ook dat gaat volledig zelf presenteren. Dus we hebben dus de 15 maart de aanmelding. Het is een Google Forms. U kunt dat invullen in de e-mail dat u nu heeft gekregen. Of we gaan dat ook voorlopige aanmelding onder deze YouTube-filmpje ook zetten. Maar ook als u het niet kan vinden, gewoon ons mailen. En dan is ook de aanmelding voltooid. Dan sturen wij de aanmeldingsformulier naar u. Het kost niks. Dat is ook belangrijk om te benoemen. En de inzending, dat moet bestaan uit een wetenschappelijk technisch onderzoek en een verslag. Dus dat is denk ik belangrijk. En dan een presentatie. En op 5 juni hebben wij de Olympiadedag. Nou, op de Olympiadedag, we gaan tussen 9 en 9:30, dat is op een zaterdag 5 juni. 9 uur en 9:30 gaan we dat systeem testen. Dat ga ik zo uitleggen. Het is eigenlijk Zoom over Teams, maar met Zoom en met Meetup platform hebben wij. Ja, die ga ik zo wat uitgebreid uitleggen. Dus tussen 9 en 9:30 gaan we eigenlijk met leerlingen de test doen. Zodat alles werkt. En we gaan ook een beta-plan hebben. Stel dat het net niet werkt. Dat nog steeds de bezoekers en de jury met de leerlingen kunnen spreken. Die presentaties gaan geven. Tussen 9:30 en 10:30 zijn de bezoekers en de jurering. Ik ga heel kort zo meteen vertellen wie de bezoekers allemaal zijn. Er zijn en internationale en ook Nederlandse bezoekers. En ja, we willen ook meer bezoekers motiveren om daarheen te komen met kinderen of met leerlingen te spreken. Tussen 10:30 en 11 verwachten we zo'n openingsceremonie. En dan is eigenlijk de bezoekers en de jurering even stop. En we gaan een soort, zeg maar, naar een toneelstuk gedeelte waar een presentatie gegeven wordt, zo'n studio, waar dan sprekers naar de bezoekers en ook naar de kinderen toespreken. Dan hebben wij 11, 12, 15, de bezoekersjurering gaat door. We hebben een korte lunch, 3 kwartier is een goed lunch. En tussen 1 en 2 hebben wij dan weer bezoekers en jurering. Nou, tussen 2 en 2:30 gaat de jury bij elkaar komen om te beslissen wie de winnaars zijn. En dan tussen 2:30 en 3:30 hebben wij de afsluitingsceremonie. Inclusief in Expo Lecture. We gaan elk jaar een bekende iemand uitnodigen. Een Expo Lecture geeft dit jaar. Dus wordt het digitaal. Maar we willen in toekomst wat meer offline een prachtig lecture laten geven door een bekende persoon. En er worden prijzen uitgereikt, uiteraard. Ja, dit is de dag. Nou, de genomineerde leerlingen mogen 5 juni hun projecten presenteren. Hier gaan dan deskundig jury. Die ook op de website zal nog komen. We zijn bezig met de website wat aanpassen, maar uiteindelijk ziet u dan de lijst met juryleden. Wij verwachten dat deelnemers elkaar ook willen ontmoeten via de digitale platform. En het algemeen publiek bestaat uit onder andere internationale bezoekers. We gaan bedrijven uitnodigen, we gaan NGO's uitnodigen, zodat wij eigenlijk voor leerlingen wat meer het belevenis willen geven. Dat het een soort sfeer, dat het nog steeds een Olympiade is. Dus het wordt niet alleen, ik heb mijn presentatie gedaan, wacht. Nee, er komt gewoon blijven bezoekers van binnenland en van buitenland om met de leerlingen kennis te maken. En dat wordt dan digitaal verbonden met de stands en dan vragen ze voor een uitleg. Nou, leerlingen nemen deel via Zoom of Teams. Het wordt groot waarschijnlijk, heel groot waarschijnlijk Zoom. Maar ik ga een backup doen met Teams. Dat is puur stel dat het net niet kan met de Room voor een leerlinggroep. Dat de bezoekers nog steeds via een andere linkje daarin kunnen komen. Het wordt groot waarschijnlijk in ieder geval Zoom.
En dan gaan we eigenlijk in rooms, waar elke leerlingengroep een eigen room krijgt. Nou, wij gaan de bezoekers eerst registreren en vervolgens toelaten. Dat is denk ik ook heel erg belangrijk voor de veiligheid voor onze kinderen, die dan gaan deelnemen. Het wordt ook dus bekeken wie de mensen zijn en dan weten ze dat het ook. Dat is denk ik ook belangrijk. En dan gaan we gebruik maken van het Meetup platform. Dat is een tool waar wij gaan inzetten voor event management. Dat is van één kant een app, maar die heeft ook een soort desktop version. Wat wij hier willen bereiken is dat mensen het overview, eigenlijk alles wat gebeurt op die dag, mee kan leven, mee kan zien. Die heeft heel veel leuke features, leuke mogelijkheden, zoals dat men met elkaar Q&A's kunnen doen of chatten. Dit heeft best veel opties ook, want wij willen de belevenis op die dag. Niet alleen dat er een, ja, het is alleen scherm, dat weten wij. Dat is met pandemie nu helaas zo. Maar dat wij nog steeds de belevenis aan de kinderen willen geven en aan de bezoekers dat er een event aan het gaan is. Dus daarom hebben wij Meetup platform ook benaderd en voor dit zeg maar opgezet. Dit is hoe het ziet en we verwachten dat vele mensen desktop gaat gebruiken. Dan kunnen ze livestreams, dus de dingen bekijken. Ze kunnen de programma kijken, ze kunnen de mensen vragen stellen, meedoen met polls. Dus het wordt echt heel erg interactief die wij dan ook op die dag en de kinderen, leerlingen en ook de bezoekers willen laten beleven. Nou, natuurlijk worden vaak over de prijzen gevraagd. We hebben echt de eerste prijs en ik vind dit eigenlijk een van de mooiste prijzen. De top 3 projecten dit jaar doen direct mee met Internationale Olympiade in Wageningen 2022. Het gaat ook in 5 juni, eigenlijk het is een 5 dagen Olympiade, als het internationaal gaat worden, zoals voorgaande jaren. En de top 3 projecten van dit jaar doet direct mee. En wij gaan ze behandelen ook als internationale leerling. Dat betekent ze mogen blijven in hotels, ze mogen ook meereizen met de internationale leerling in Nederland bij cultuurreizen. Dus ze doen eigenlijk met het hele leuke events, activiteit ook mee. Naast het alleen deelnemen voor een fantastische wedstrijd, wij behandelen ze ook als een gast. En dat gaan hun dan denk ik wat meer belevenis creëren, ook tussen andere studenten die uit het buitenland gaan komen. Daarnaast, ja, we hebben toch gekozen om geen geldprijs te geven, maar een unieke belevenis. Dit wordt nog deels gewerkt, maar deels zijn er wel een aantal dingen al een beetje bekend. Maar we willen dat niet direct vertellen nu in ieder geval. Maar het unieke belevenis, ja, dat kunt u denken aan een hele speciale workshop samen met een hele bekende bedrijf. Een dag meelopen met een hele bekende persoon. En dat unieke belevenis in duurzaamheidsaspect hebben wij toch gekozen dat dit meer waarde heeft dan een geldwaarde. Daarom, wij gaan dit jaar meer een unieke belevenis dan zeg maar een geldprijs voor de school. In internationaal komt er wellicht groot waarschijnlijk toch een geldprijs, maar dat is een internationale gedeelte waar onze leerlingen ook mee kunnen doen. En natuurlijk met onze affiliated fairs, de kans is ook zeer groot, niet dit jaar, maar volgend jaar, toch een internationale reis ook gewonnen kunnen worden via ons. Van de leerlingen. Dit jaar niet. Alle internationale fairs zijn ook helaas digitaal. Wij weten niet of er echt leerlingen zijn die daar geïnteresseerd zijn, maar we kunnen die dan ook wellicht later op onze website publiceren, want digitaal zijn deelnames wat sneller en makkelijker. Dit was het onze tutorial. Hoop ik dat het een beetje wel duidelijk was vanuit onze kant, met name het uitleggend van hoe die dag gaat uitzien en wat de opties zijn. Ik hoop dat u nog overweegt om deel te nemen of wellicht met dit informatie genoeg inzicht heeft op de dag en dat u ook door kunt vertellen aan uw leerlingen. De mailadres die u kan altijd mailen is nationaal@inespo.org of info@inespo.org. Voor dit jaar zou ik fijner vinden om toch nationaal te laten gebruiken en voor later misschien toch info.
En dat is mijn nummer. U kunt mij altijd bereiken op dit nummer. En ik sta graag aan u te woord als er nog vragen zijn. De website, zoals ik zeg, het wordt nog aangepakt. We hebben een verouderde website. Die wordt eind van deze maand een vernieuwde website. Daar kunt u ook al deze informatie en nieuwe informatie vinden. En Facebook en LinkedIn en Instagram account. Met name de LinkedIn gaan we de komende tijd meer investeren. Dus ik raad u aan om deze pagina's te volgen. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik hoop en ik al hopelijk dit jaar als niet en dan zeker volgend jaar u te ontmoeten tijdens onze event en Olympiade in Espoo. Bedankt.